In deze video wil ik gaan hebben over osteopathie bij heuppijn of andere heupklachten. Nou, wanneer we heupklachten, heuppijn behandelen, is natuurlijk van groot belang om te bepalen welke structuur de pijn geeft. Wanneer we kijken naar de heup, kunnen dat verschillende structuren zijn. Als eerste hebben we de bekende slijmbeurs. Die ligt hier aan de zijkant van de heup. En hier wordt gekenmerkt dat die eigenlijk bijna altijd pijnlijk is. Dus zowel met bewegen en met erop liggen. Een tweede mogelijke oorzaak, dat zijn de botten en de gewrichten. Het kan natuurlijk zijn dat de heup is gesleten, waardoor je voornamelijk pijn hebt met wanneer je begint met bewegen of helemaal aan het einde van bewegingen, de zogenaamde ochtendpijn. Het kan zijn dat je een labrumprobleem hebt of dat er andere bewegingsbeperkingen zijn in het gewricht. Als derde kunnen we natuurlijk ook een spierprobleem hebben. Het kan zijn dat de spieren rondom de heup heel gespannen zijn, dat ze heel kort zijn of juist heel erg zwak. En dat kan allemaal pijn geven rondom die heup. Het kan ook zijn dat een spier boven in de rug of in de bil een bepaalde uitstraling geeft, waardoor het lijkt alsof je bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking hebt of een andere pijn in de heup, maar dat de oorzaak ergens anders ligt. Nog een andere oorzaak, dat zijn de zogenaamde zenuwen. Er lopen hier best wel wat zenuwen in deze regio. Maar het kan zijn dat die zenuwen wat geïrriteerd zijn, waardoor je dus in deze regio pijn ervaart, maar dat de echte oorzaak ergens anders in het lichaam ligt. Als osteopaat ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaken van de klacht. Dus is het echt hier een probleem of wordt het veroorzaakt ergens anders door? We gaan dit vervolgens manueel, dus met onze handen behandelen, om de structuren wat te ontspannen, om ze wat minder gevoelig te laten zijn. En vervolgens kan ik je tips en adviezen geven over hoe je de heup het beste kan gaan belasten. Welke bewegingen mag je niet maken, welke bewegingen mag je wel maken, welke oefeningen kan je doen om die heup misschien wat mobieler of wat sterker te maken. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jouw lichaam het beste kan herstellen. Dus dan gaan we misschien het hebben over wat voedingssupplementen, voeding, slaap of stress. We doen er in ieder geval alles aan om ervoor te zorgen dat jij zo snel mogelijk van je heupklachten afkomt. Wil jij nou weten wat ik voor jouw klacht kan betekenen? Boek dan direct een afspraak in via mijn website www.rubenhartog.nl en hoop ik je snel te zien in de praktijk.